Ik wil vandaag wat gaan vertellen over de atmosfeer. Voornamelijk omdat de atmosfeer de plek is waar weer en klimaat zich afspelen. De rest van de uitleg die ik geef in de playlist Weer en Klimaat, dat is eigenlijk het verhaal wat zich afspeelt in de atmosfeer. Om een lang verhaal kort te maken. Goed, ik heb, om het eventjes te duiden wat het precies is, een tekeningetje gemaakt van de aarde. Je ziet de zon. Nou, dat is niet de juiste verhouding. De zon zou, als ik hem in de juiste verhouding getekend zou hebben, vele malen groter moeten zijn. En waarschijnlijk ook verder weg moeten staan dan mijn voorbeeld. Maar goed, het is een voorbeeldje. Iets anders wat feitelijk niet klopt met de werkelijkheid, is dat ik hier een grens heb getekend. De grens van de atmosfeer. Ander woord voor atmosfeer is dampkring. Er is niet een hele scherpe grens wanneer je kunt zeggen van, hey, nu ben ik in de ruimte. Nu ben ik in de atmosfeer. Dus nee, dat heb je niet echt. Kom ik zo op terug. Wat is de atmosfeer? Of ook wel dampkring genoemd? Niets anders dan een luchtlaag om de aarde heen. Maar wat is lucht? Lucht is niets anders dan een verzameling van verschillende gassen. En gassen zijn hele kleine zwevende deeltjes die je over het algemeen niet met je ogen kunt zien. Maar die kleine zwevende deeltjes die hebben wel massa. Die hebben wel een gewicht, zou je kunnen zeggen. Dat klinkt misschien heel erg vaag. Maar ik denk dat je in de praktijk wel eens te maken gehad hebt met die gasdeeltjes. Dat je wel aan de lijf ondervonden hebt dat die gasdeeltjes wel degelijk massa hebben. Als jij bijvoorbeeld op de fiets naar school toe gaat en je hebt wind tegen, dat is nogal vervelend. En je ziet die wind niet. Maar je voelt hem wel degelijk, want je moet hard tegen knokken als het een keer gaat. Die wind is eigenlijk niets anders dan een stroom van luchtdeeltjes die tegen jouw fietsrichting ingaat. En dat kost moeite, want je moet daar doorheen. Nu is het zo dat wij op de aarde ook wel te maken hebben met zwaartekracht. Als ik een glazen pot per ongeluk laat glippen aan mijn vingers, valt die kapot op de grond. In feite geldt het voor gasdeeltjes ook. Ja, niet zozeer dat ze kapot vallen, maar wel dat de zwaartekracht die gasdeeltjes een beetje naar de aarde toe trekken. Daarom kun je zeggen dat de meeste van die gasdeeltjes dicht bij de grond te vinden zijn. Naarmate jij hoger komt in de atmosfeer, stel je voor dat je een berg gaat beklimmen bijvoorbeeld, dan zul je eigenlijk naarmate je hoger komt steeds minder gasdeeltjes tegenkomen. Maar ook dat kun je niet zien. Maar als je hoog genoeg klimt op een berg, kun je het wel merken. Je krijgt wat meer moeite om zuurstof binnen te krijgen. Je zult misschien wat zwaarder gaan ademen, wat eerder gaan hijgen. De lucht wordt ijler, zeggen ze ook wel. Sommige bergbeklimmers die echt de hoogste toppen van de wereld willen bereiken, het Himalaya-gebergte, die hebben zelfs zuurstofmaskers nodig en tanks om te kunnen overleven boven een bepaalde hoogte. Dat je op een bepaalde hoogte niet op een normale manier meer kunt ademhalen. Hoe hoger je komt, des te minder gasdeeltjes er zijn. Heel grofweg uitgelegd. Dat heeft dus invloed op zuurstof. Zuurstof is een voorbeeld van een gas wat je in de lucht hebt. Maar er zijn ook andere soorten gassen. Er zijn bijvoorbeeld ook gassen die heel goed warmte van de zon kunnen vasthouden. En dat is bijvoorbeeld koolstofdioxide. Ik zie hier toevallig dat ik het verkeerd geschreven heb. Waterdamp is ook zo'n voorbeeld. Methaan, een beetje het gas wat vrijkomt als je scheten laat, om maar zo te zeggen. Allemaal gassen die warmte kunnen vasthouden. En ook daarvoor geldt voor de meeste van die gassen althans. Hoe hoger je komt, des te minder de concentratie van die gassen is. Dus als je die berg weer in gedachten neemt. En daar heb ik even een voorbeeldje van een plaatje van een berg. Dan heb je, als je maar hoog genoeg klimt, een grens waar je uiteindelijk de sneeuw in loopt. Is er zo koud dat daar gewoon sneeuw niet smelt. Het heeft alles mee te maken dat op die hoogtes te weinig gasdeeltjes zijn die de warmte kunnen vasthouden. Althans, dat is één reden waarom je dat daar treft. Hoe dat precies in zijn werk gaat met die warmte en de kou, ga ik in een andere uitleg over stuwingsneerslag verder op in. Voor nu,
Tot zover het stukje over de atmosfeer. Het is belangrijk om eventjes dus te realiseren dat het weer zich afspeelt in die luchtlagen waar wij ons met z'n allen in begeven. En uiteraard het klimaat ook.